Hoi. Hoi. Kom binnen. Dankjewel. Ik ga vandaag met jou naar Floris. Ja, gezellig. Ja? Ja. Is dit je kamer? Ja. Zo, dat is niet verkeerd. Ja, jongens, is dat toch niet normaal dat je van tuin hebt als student? Kijk nou, dat speel je toch ook. Goed, ja, het is wel van een paar huizen, hoor. We moeten het wel delen de tijd. Het is niet alleen van ons. Met hoeveel mensen zit je hier in het huis? Wij wonen hier met z'n tweeën, dus hiernaast een huisgenoot van mij. En dan hebben we samen zeg maar de keuken, sanitair, dan moeten we met z'n tweeën delen. Oh, dat is heel wat anders dan met 12 mensen in het huis delen. Ik ga even snuffelen. Ja, dat is goed. Wat een schone wc. Ik zie helemaal geen kalenders met naakte vrouwen of... Nee. Zeg maar niks. Jullie hebben zelfs wc-papier. Het valt best wel mee, toch? Het valt heel erg mee. Ja. Ik heb wel eens keukens gezien, dan kon je gewoon echt alles weggooien. Ja, maar dat zijn allemaal schrikverhalen. Dat valt allemaal best wel mee. Ja, dit, hè, jongens? Dit is zo illegaal als wat, hè? Nee, niet meer. Dat was vroeger. Absint mag toch niet? Wel, volgens mij wel. Maar hij zit ook nog netjes dicht, dus dat... Maar hoeveel betaal je nou voor een kamer als deze? Ik betaal ongeveer €300 als de huursubsidie eraf is. En dan komt er nog wel iets aan belastingen bij ieder jaar van de gemeente, maar... Ja, gemiddeld, ik denk dat je op €320 per maand uitkomt. Want hoe zit dat met kamers in Maastricht? Is het moeilijker om een kamer te zoeken? Nee, je hebt altijd, als je in juli gaat zoeken, dan heb je in september echt wel een kamer. Natuurlijk niet altijd de beste. Je begint meestal wat met een iets mindere kamer, wat klein, een beetje uit het centrum misschien. Maar ja, Maastricht is zo klein dat het centrum, alles is centrum. Alles kan je lopen hier. Ja. Floris moet nog een scriptie inleveren op de faculteit. Kan hem gelijk even rondleiden in het faculteitsgebouw. Nou ja, als we dan college hebben, dan zitten we vaak hier in deze zaal. Oh, dat is mijn telefoon. Sorry. Ja, dat is de oude zaal waar de gedeputeerde staten, dus zeg maar het parlement van de provincie, kwamen hier samen. Toen dit nog provinciehuis of gouvernement, zoals het hier heet, was. Het gebouw is uit een andere tijd en die sfeer is goed bewaard gebleven. Maar het is zeer zeker ook modern te noemen. Pas wel bij een studierechten, vind ik. Nou, hier is de feestzaal. Ja, dat heet de feestzaal, maar het is hier is de oefenrechtbank. Dus twee keer in je bachelor moet je een hele zaak bepleiten. En dan sta je dus daar of daar, afhankelijk welke partij je bent. En achter de tafel zitten dan de rechters. Sta je goed zo? Wil je later ook rechter worden? Ja, dat lijkt me wel wat. Nou, ik doe het niet puur voor het geld. Ik doe het omdat het vakgebied me interesseert en omdat ik er straks in wil werken. Ik doe het ook niet uit het idee van ik wil de wereld verbeteren en ik ga voor niks mensen verdedigen. Dat is ook niet echt, maar het is meer een beetje in het midden van, ja, ik vind het A interessant. Het is een brede opleiding, je kunt er heel veel kanten mee op straks als je klaar bent. En ja, het is ook wel een voordeel dat je er leuk betaald mee kan krijgen, maar dat hoeft niet per se. Dat ligt er maar net aan waar je terechtkomt. Dus het is in ieder geval niet van ik doe het omdat ik er rijk van kan worden, want dat is voor mij ook niet de reden waarom je een studie moet kiezen. Nee. Maar om nou te zeggen dat ik echt een soort Florence Nightingale ben die de wereld gaat verbeteren, nee, dat is ook niet zo. Florence Nightingale, die grap heb je vaker gemaakt. Het studeren van rechten is bijna in iedere stad hetzelfde. Maar wat nu als er een stad is waar je net dat beetje extra vindt? In het volgende filmpje nog één keer alle highlights van rechten studeren in Maastricht.